Welkom eens bij deze nieuwe video. Ik ben juist terug van een paar dagen aan zee te zijn. Ik zit al in mijn pyjama, want ik ben echt kapot moe. Maar goed, er is dus iets gebeurd uit de afgelopen paar dagen, waarvan ik zoiets had van, shit man, ik kan er nu even niks over opzoeken of over kijken, want ik ben gewoon weg, kan niks doen, ik was bezig, oké? Er is dus een gek ongeval gebeurd, geen gek ongeval, ik weet het, het is heel erg, spijt me. Er is dus een ongeval gebeurd met een trein in Nederland, twee treinen zelfs denk ik. En ik ben redelijk gek van treinen en ik vind het gewoon heel spijtig wat er gebeurd is. En ik had zoiets van, gaan we misschien eens kijken wat er precies gebeurd is, want ik heb niet zoveel kunnen opzoeken, niet zoveel ervan gezien. En ik ben toch wel benieuwd. Nou, dat ziet er heel heftig uit. Bij een treinongeval in de buurt van Voorschoten is een persoon overleden en zijn meerdere gewonden van. Oei, oh shit man. De hele trein ligt gewoon van het spoor. Het incident gebeurde met een trein die vanuit Leiden onderweg was naar Den Haag. Gosh, kijk dit dan. De trein ligt gewoon bijna onroodrecht eraf. Ik wil toch niet weten hoe dat moet zijn als je daar in de buurt woont en ineens zo'n fucking harde klap hoort. Kunt u vertellen wat hier vanmorgen is gebeurd? Ja, er is hier vanmorgen een aanrijding geweest met een goederentrein en werkmaterieel en een personentrein. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren of wat er precies gebeurd is, is nog niet bekend. Maar de personentrein is ontspoord. Er liggen twee wagondelen in het weiland. Eén is er ontspoord en één staat nog recht op het spoor. Kunt u iets zeggen van gewonden? Ja, er zijn tientallen gewonden die zijn vervoerd. En dat verschil tussen zwaargewonden en lichtgewonden, die zijn naar diverse ziekenhuizen vervoerd. En wat zijn jullie hier nog aan het doen nu? Ja, we zijn nu het spoor nog aan het veiligstellen. Met opruimwerkzaamheden zijn we bezig. We gaan alles nog een keer extra controleren. Dus we zijn hier voorlopig nog wel een paar uur bezig. Dat is heftig, joh. Het is een ravage. Hier op de plek waar vannacht een trein op een bouwkraan dat was heel verkeerd. Die stond daar omdat er aan het spoor werd gewerkt. Bij het ongeluk is zeker één persoon omgekomen die op dat moment aan het werk was. Aan het werk? Degene die omgekomen aan het tijdens het werk. Ik zit me dan in te beelden dat als het echt iemand is die tijdens het werk is omgekomen, dan moet dat toch degene zijn die bij het spoor stond op dat moment? Of aan het werk in de trein? Of ik weet het niet. Dat is vragen, jongen. Het gebeurde om 3:30 s'nachts op het spoor bij Voorschoten. Er zaten op dat moment zo'n 50 mensen in de trein. Sommige mensen konden er zelf uitkomen, anderen niet. Are you okay? Are you okay? Come, let's go. Dat moet echt heftig zijn. Een van de reizigers vertelt erover. Er was een tijdje wel paniek bij onszelf van we wilden de trein uit, maar het mocht niet. Ja, dan ging je wel twijfelen van, joh, er staat iets links van ons in de brand. Maar ik zei ook van, jongens, het zal wel een reden hebben als ze zeggen dat we moeten wachten. Dus toen had ik gewoon gewacht. Er was veel hulp aanwezig en inmiddels is iedereen uit de trein gehaald. Tijdens een persconferentie over de gebeurtenis vertelt de burgemeester van Voorschoten dat mensen wakker werden van het ongeluk en hulp boden. Mijn dank gaat uit naar de omwonenden in de buurt van wie het ongeval plaatsvond. Onder wie een huisarts die onmiddellijk hulp verleende aan de slachtoffers en hen ook thuis opving. En ondanks het tijdstip, midden in de nacht, stonden onze dorpsnoten klaar. Dat is inderdaad wel heftig als je midden in de nacht eens moet opstaan voor die dingen. Hulp nodig hadden. Of gewoon wakker wordt. Veel mensen zijn geschrokken van het nieuws. Zo laten koning Willem-Alexander en koningin Maxima weten dat ze meeleven met de slachtoffers. En ook minister-president Mark Rutte schrijft dat. Rutte. Op en rond het spoor is het de hele dag flink druk. Jure, Mark en Joey wonen in de buurt en zijn naar school komen kijken. Ja, we waren gewoon even benieuwd wat er allemaal gebeurd was. Dus we dachten, ja, we gaan even kijken. We zijn toch vroeg uit. En schrik je dan als je zoiets ziet? Ja, best wel. En helemaal als er ook een dode is gevallen. Dat is best wel erg. Ja, het is wel erger dan ik had verwacht. Dat moet inderdaad wel fel zijn als je er zo bij staat en die wagons echt ziet liggen. Ik weet niet of ik dat meegekregen vanochtend, vannacht. Ja, vrij weinig. Ik hoorde wat helikopters en ik hoorde een klap, voor de rest niet veel. Heel anders is dat voor de bewoners in deze straat die meteen naast het spoor wonen. Veel van hen schrokken vannacht wakker en gingen mensen helpen. Ook de 20-jarige Ties. Terwijl zijn buren de gewonden hielpen, zorgde hij ervoor dat de heel jonge kinderen uit de straat werden opgevangen. We hebben ze geprobeerd om zoveel mogelijk af te schermen tegen dingen die we mogelijk konden zien. Zodat ze niet onnodige dingen hoefden te zien die uit de trein kwamen.
Heftige gewonden bijvoorbeeld. Heftige gewonden bijvoorbeeld, inderdaad. Dan moeten we stom zijn die kinderen. En dat we hebben ze dus zoveel mogelijk naar buiten proberen te halen. We hebben ze dus bij ons in huis gezet en een film aangezet. Zodat ze lekker konden relaxen zonder al te veel mee te krijgen met wat er gebeurde. Dat is natuurlijk een heel mooi initiatief dat je neemt. Dat je dan die kinderen bij u opvangt en een film opzet. Maar hebben die kinderen dan ook niet zoiets van, waarom zit ik hier nu om 4 uur 's nachts een film te kijken? Ja, ik weet niet. Ja, het ongeluk heeft heel veel schade veroorzaakt. Niet alleen aan de trein, zoals je kunt zien, maar ook aan de rails en de bovenleidingen die erboven lopen. Oh. Dus het gaat nog zeker dagen duren voordat dit weer gerepareerd is. En als we hierheen gaan, dan zien we hier allemaal journalisten op dit moment staan. Die staan te wachten, omdat de koning hier zo meteen komt, om ook de plek van het ongeval te bezoeken. Ik moet op de foto met de koning. Er is een treinongeval gebeurd, er is iemand doodgegaan. Maar de koning, jongens, de koning. Als de koning aankomt, praat hij eerst een tijdje met de burgemeester en de hulpverleners. Daarna kijkt hij bij de ontspoorde trein. Ik ben op dit moment gewoon sprakeloos als je dit ziet. Ik word er echt stil van. Want ik denk dat zelfs als je hier echt ervaringen mee hebt, dat het dan ook nog indrukwekkend is. En dat je eventjes gewoon alle stukken, puzzelstukjes bij elkaar moet leggen voordat je een definitieve oorzaak moet geven. Je moet er gewoon de experts naar laten kijken en wachten. Deze koning is wel wat, die babbelt wel wat meer dan onze koning, hè? Filipje. Maar ik heb Filip wel een hand gegeven, dus ik ga hem niet haten. Na een uur vertrekt de koning weer en weten ook kinderen uit de buurt hem nog snel te spotten. Ja, ik vond het wel cool dat hij gewoon hier was en ik zag wel gewoon zijn volledige gezicht. Ik zag zijn volledige gezicht. Ik heb hem een hand gegeven. Nou ja, niet die koning natuurlijk, maar mijn koning. Ik heb mijn koning een hand gegeven. Maar wat is dit? Is dit die goederentrein? Want er was toch ook nog een trein opgebost? Er was toch nog een goederentrein opgebost? Is dit die goederentrein dan? Wat is dat? Ik zag een vuur opeens oplichten. En die schrok me dood, want ik dacht, dit is in de trein. Are you okay? Yes, I'm okay. Okay? Ah, dat is van die, dat is die guy van de ruis. Die beelden van de ruis bedoel ik. Die guy van probeerden de deur te openen en het ging echt, dit allemaal ging echt binnen 10 seconden denk ik. Het ging zo spoedig. De deur open duwen. Kom, wait, don't jump. Ik hoorde op een gegeven moment een heel zat help. Was de machinist. En eerst wat hij zei was, hoe gaat het met de passagiers? Oh. De reizigers. Helemaal niet om zichzelf. Dat is wel mooi. Dat is een echte machinist. Hè. True machinist. Kom. Kom. En op een gegeven moment keek ik in de trein en ik hoorde opeens een vrouw zeggen van help. Ja, direct. De jas uitgetrokken naar binnen getrokken gegaan. Want ik dacht bij mezelf van, ik kan echt niet slapen. Als ik weet dat er een vrouw nog binnen zat en dat er iets fataals ging gebeuren. Met mijn geweten erbij. Out. Jij is wel een mooie woordenschap, een heel officiële, prachtige woordenschap. Dus toen ben ik heel de trein zelf verder gaan zoeken. Ik kwam boven nog een vrouw tegen, lag helemaal op de grond. Ook niet echt aanspreekbaar, maar ze was met haar partner, geloof ik. Dus dat was fijn. De partner kon goed voor haar zorgen. Maar ik weet natuurlijk niet hoe die vrouw is. Dus ik ben doorgegaan, want ik dacht, er zijn waarschijnlijk nog meer mensen in het treinstel. En ook voor hem moet ik er natuurlijk zijn. Ja. Zo simpel is het. Wow. De politie zei op een gegeven moment van, dat is heftig, jongen. Iedereen moet naar weg. Ik vond het zo vreselijk, want ik zat op een gegeven moment in het huis van omwonenden. Ja, ik zat misschien wel in een nashock, dat weet ik niet. Maar mijn nashock vertaalde dat juist heel erg van, ik moet mensen helpen nu. Ja, en toen kwam ik thuis aan, na een hele verloop van tijd. En toen hoorde ik op het nieuws dat iemand is overleden. En dat vind ik zo. Oh. Ja, ik sta nog steeds een beetje om te trillen. Dat is inderdaad wel. Hoe gaat het nu met je? Ik heb een enorm mooie engel gehad op mijn schouder. Die op dat moment heeft gezegd van, joh, ik zal er voor jou zijn. Maar helaas doet het voor iedereen. Dat is gijf mooie woorden, schat, joh. What the fuck, respect. De trein is op een bouwkraan gebotst, maar hoe ziet zo'n bouwkraan er precies uit? Bouwkraanspoor. Ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet. Ja, hier krijg je allemaal foto's van het ongeval natuurlijk. Hoe ziet zo'n bouwkraan er echt uit? Is dit een bouwkraan? Ik denk het niet. Dat zijn gewoon losse treinen. Hoe ziet een bouwkraan eruit? Oh, is dat een bouwkraan? Oh, dat is wel iets. Ja, dat is natuurlijk wel meer dan ik. Dat is eigenlijk wat ik had moeten verwachten. Maar dat is een heftig ding als hij daar met die trein tegenop botst. Waarschijnlijk degene die daar in zat, ja, die is waarschijnlijk overleden. Hey, dat moet raar zijn als je zo aan het werken zit op het spoor en dat ding. En je hoort waarschijnlijk die trein niet helemaal te goed afkomen, want je weet ik veel muziek er zo op hebt staan. Dan moet pas verschieten zijn, what the fuck.
Als ik zo kijk naar deze foto, dan zie ik niet echt direct een bouwkraan, zeg maar. Nee, ofwel is dit iets. Ik weet het niet. Hij is ook gewoon van het ene spoor naar het andere getild. Het is... En even voor de duidelijkheid, jongens, ik maak deze video niet puur voor de views. Ik maak deze video omdat ik mij er echt wel een beetje bij betrokken voel. Ook al heb ik er helemaal niks mee te maken. Ik weet het. De treinen, die zitten gewoon een beetje gevoelig bij mij. En ik vind het gewoon heel spijtig dat het gebeurde. En ik wil al mijn medeleven uiten naar de mensen die er... Ik ben er gewoon naar de nabestaanden van die ene overleden persoon. Ik had er zoveel van gehoord, maar ik wist niet genoeg. Ik moest meer weten. Oké. Dus ja, als je nu van deze video toch hebt kunnen genieten, ook al ondanks wat het onderwerp was, kijk dan zeker weten deze video. En dan zou ik alleen maar zeggen, like en abonneer. En tot de volgende keer.